Amersfoort gemaakt. En als je goed kijkt zie je op de tafel een aantal tijdschriften liggen die iets vertellen over Canada. Heel wat vrouwen die een relatie met een Canadees kregen, vertrokken ook feitelijk naar Canada. Om een idee te geven, volgens het Canadese leger zijn er zo'n bijna 50.000 vrouwen uit Europa naar Canada vertrokken. Over het algemeen in 1946, want de overtocht per schip had heel wat voeten in de aarde en het was niet zomaar duidelijk wie daar allemaal voor zou gaan zorgen en wie dat zou betalen en wie verantwoordelijk was. Maar goed, in 1946 vertrokken dus heel wat vrouwen naar Canada toe. Op een van de foto's zie je een groot schip uit Liverpool vertrekken. In een video van het Canadese journaal omschrijft een van die vrouwen het als volgt. Die zegt, wij waren seasick. Wij waren homesick, we hadden heimwee, maar we hadden ook lovesick. Wij verlangden gewoon naar onze geliefde in Canada. De omstandigheden in Canada, waar veel militairen woonden, dat was het platteland. Dat was afgelegen. Na aankomst per boot moest je soms nog een paar dagen per trein reizen voor je aankwam in het dorp waar die militairen woonden. Lang niet alle huizen hadden elektriciteit. Er waren nauwelijks voorzieningen in de omgeving. Dus het was een totaal ander leven dan wat ze in Nederland gewend waren. Dus het was een echt, ook voor hen een hele grote cultuurschok.